Oké, guys, ik heb hem hoor. Nieuwe Apple Watch. Dit is de allereerste Apple Watch Series 4 in Nederland en wij testen hem. Hey, Evan hier van Brights. Ik was vorige week in Cupertino, waar Apple zijn nieuwe iPhones en nieuwe Apple Watch presenteerde. Nu weet ik wel dat voor veel mensen een smartwatch niet zo'n must-have is als een smartphone. Maar toch was het de Apple Watch die vorige week daar de show stal. Niet verwonderlijk, het was ook het enige product wat echt zichtbaar was vernieuwd. Ik kreeg hem als enige Nederlander mee en kon hem dus al een paar dagen dragen. De vierde serie is het eerste grote redesign van de Apple Watch. En dat zie je aan heel veel dingen. Maar de meest kenmerkende, want dit is hem, is de kast van het horloge. Een paar dingen meteen. Hij is dunner, hij is lichter en hij is vooral groter. De schermrand is bovendien kleiner en het scherm, het display, heeft ronde hoeken. Net als de kast van het horloge zelf. En daardoor heeft die Series 4 maar liefst 30% meer screen estate. Je hebt 30% meer zichtbaar scherm op dit toestel. De voorgaande Apple Watches kwamen in twee maten. De 38 mm en de 42 mm. Bij de Apple Watch Series 4 is dat 40 en 44 mm geworden. En door alle aanpassingen is het scherm nu van de nieuwe kleine Apple Watch groter dan de oude grote. Dat gegeven alleen al maakt voor mij dat ik ook, denk ik, best wel de 40 mm zou overwegen. Zou je er een willen aanschaffen. Wat gelukkig niet is veranderd, zijn de bandjes. Die passen gewoon nog, ook je oude bandjes dus. En dan ook heel fraai is de Digital Crown, hè, die draaiknop hier. En dat is mooi, dan moet je wel je moet wel iets te scrollen hebben in beeld. Dat kan bijvoorbeeld bij de Siri Watch Face. Dan heb je in ieder geval altijd wat te scrollen. Maar die klikt nu, die tikt. De haptic feedback, voelbare feedback. En dat is wel, ja, dat is eigenlijk wel heel lijp. Want ja, het is gewoon een digitaal horloge. Het is geen mechanische draaiknop. Maar hij voelt wel zo. Dat is knap. Tot slot de chip, die is nu twee keer zo snel. En dat merk je ook wel echt in het gebruik. De vernieuwing zit er niet alleen in het horloge zelf, het is ook het verschijnen van watchOS 5. En daar zitten een aantal hele toffe features in. Eentje, mijn favoriet, is de automatische workout detectie. Voor de start en het einde van je workout. Handig. Loop je graag hard, dan zijn er ook nog weer een paar nieuwe meetgegevens, waaronder je pasritme en je tempo. Dan zijn er ook nieuwe workouts beschikbaar, waaronder yoga en wandelen. Je kunt nu met de activiteiten kun je ook vrienden uitdagen, challengen voor een competitie. Je kunt nu trouwens ook podcasts luisteren op je Apple Watch. Ook heel tof in WatchOS 5 is dat je Siri niet langer hoeft aan te roepen met Hey Siri. Je haalt gewoon het horloge naar je mond toe en je stelt de vraag. Wat wordt het weer morgen? Het zou morgen warm en zonnig moeten zijn met maxima van 24 graden. WatchOS 5 is gratis verkrijgbaar voor alle Apple Watches, behalve de Series 0 heet dat eigenlijk, het originele model. Speciaal voor de Series 4 zijn er ook wat nieuwe hartfuncties. Zo werd er al gekeken of je hartslag niet te hoog werd. Nu kijkt het horloge ook of je hartslag niet te laag wordt. En, dat is wel heel bijzonder trouwens, het horloge kan nu ook een ECG maken, een elektrocardiogram. Voorlopig hier in Nederland nog niet beschikbaar, het zit er wel al in, maar het is geblokkeerd. Want het heeft nog tests nodig en keuringen vanuit de EU. En ook in de VS heeft dat best wel wat tests moeten ondergaan. Want daarmee wordt het horloge ook eigenlijk een medisch instrument. En oh ja, nog één leuke feature die het beste met je voor heeft. De valdetectie. Al met al is de Series 4 een grote stap voor de Apple Watch. Er is een nieuwe look. Maar het lijkt ook wel alsof het horloge meer bestaansrecht begint te vinden. Werd het aanvankelijk aan de man gebracht als een soort afstandsbediening voor je smartphone, waar we niet echt warm voor liepen. Toen werd vol ingezet op de smartwatch als fitness buddy. Dat kwam al meer in de buurt. Nu gaat Apple ook helemaal zich focussen op die gezondheid. Alles bij elkaar wordt het best wel een interessant pakket eigenlijk inmiddels. Boeiende ontwikkeling. Maar nou ja, er moet me toch nog één ding van het hart. En dat is die veelgetoonde watchface. De Infograph heet die.
Ik bedoel, kijk eens naar dat gedrocht. Moet je eens tellen hoeveel complicaties daarop staan. Hè? Die kleine widgets die jou informatie geven of iets laten uitlezen. We beginnen hier linksboven. Hier, 1. 2. Dan daaronder de agenda met datum ook nog en die regel daar in een boog. Dat is 3. Dan hebben we die 3 bollen. Dat is de maanstand, geloof ik, en de zonstand. Maar hup, dat is 6 bij elkaar. Dan linksonder 7. Rechtsonder 8. En nou ja, als je de tijd ook meetelt, 9 complicaties. Ik bedoel, ja, weet je, als ik een druk horloge wil, dan koop ik wel een G-Shock. Less is more, Apple. Come on. Anyway. De Series 4 van Apple is vanaf aanstaande vrijdag verkrijgbaar voor vanaf 429 euro. De Series 3 is trouwens ook nog steeds verkrijgbaar voor 300 euro. Oh. Let er wel op dat van de Series 4 je alleen het aluminium kastje kunt kopen. En de siliconen sportband of de nylon sportband. Dat heeft te maken met het feit dat de 4G-versie van de Apple Watch niet verkrijgbaar is in Nederland. En dus die stainless steel versie en alles ook niet. Het goede nieuws wel weer is dat alle bandjes, ook alle oude, gewoon op de Series 4 passen. Nou, geef me natuurlijk hieronder even een sub, een like en een bel. En stel vooral een vraag over de Apple Watch. En check ook vooral even mijn vorige video hier over de nieuwe iPhones. Bye!